Ja? Oké. Oh, goed. Mijn hart gaat een beetje heel, heel erg hard tekeer. We zijn super enthousiast, want vandaag kunnen we eindelijk de eerste beelden tonen van de nieuwe woning. Ik moet zeggen, we hebben vandaag, niet alleen vandaag, we hebben heel de week gigantisch hard gewerkt. Echt tot 's nachts doorgewerkt. Ik ben stikkapot, dus na dit en zeker morgen denk ik dat we niks doen. Maar het resultaat mag er echt zijn. Ik was er straks alles op zijn plaats aan het zetten. En we werden echt bij momenten gewoon emotioneel, omdat we zo toch wel over ons toeren zijn. En natuurlijk het hele jammere is dat hier normaal gasten gingen zijn. Volgende week gingen de eerste mensen komen logeren in de nieuwe Sheetalk. Die zijn er niet, maar we zijn ergens toch wel opgetogen, want het nieuws wordt steeds positiever en het ziet er wel naar uit dat we half juni onze Belgische gasten gaan mogen ontvangen. Dus nog heel even fingers crossed, maar dat komt goed. De zomer, juli en augustus, zijn we echt bijna 100% zeker. Nu is het nog wachten op die laatste 2 weken van juni, maar genoeg gezeverd. Ik ga tonen waarover dat wij zo mega excited zijn. Voilà. We gaan hier beginnen. Vandaag, we doen het in 2 delen. Waarom in 2 delen? Omdat het onderste deel nog niet klaar is. En ook gewoon, dan hebben we 2 keer een grote verrassing. Vandaag tonen wij jullie het loungeterras. De badkamer met het bad onder de bomen. En de slaapkamer. En nog een badkamer. Want het is een huisje voor 2 personen. Maar hier was niks te veel gevraagd. We zijn echt wel all the way gegaan. Jullie hebben 2 badkamers, 2 terrassen. Je gaat zien, in de sheet zelf zijn kosten nog moeite gespaard. Wat dat ook super is, is dat die sheet bijna helemaal volgeboekt was op basis van de foto's die dat wij vanmiddag online gezet hebben. Ik weet niet of je die gezien hebt, maar dat was dus echt de ruïne waar het begonnen is. Het vertrouwen, mensen hebben ons gewoon blind vertrouwen gegeven, die sheet is geboekt. Dat is ook de reden waarom dat we er zoiets super van hebben kunnen maken. Dus echt heel, heel erg bedankt aan onze gasten die dit mee mogelijk maken. En ik hoop dat we ze, ook blij gaan kunnen maken. Kom maar mee. Voilà, zoals ik zei, 2 terrassen. Boven een loungeterras. Beneden staat dan eigenlijk de tafel. Beneden is een keuken, leefruimte. En daar is ook een terras, ook een topterras. Maar daar staat dan een tafel, stoelen, staat de barbecue. Maar hier drink je 's avonds nog het laatste glasje wijn voordat je gaat slapen. Het zicht van op het terrasje wil ik toch ook even laten zien. Je hebt aan de ene kant het bos. Ik denk dat je de vogels hoort fluiten. Dus heel rustgevend. En dan langs de andere kant is dan eigenlijk, kijk je uit op de moestuin en op het bloemenveld. Zoals je ziet, ons zaaiwerk is gelukt. Ja. Technisch probleempje. Meer naar beneden. Ja, technisch probleem. Het is precies wat donker. Oké, komt goed. Dus dat is het zicht dat jullie hebben vanaf het loungeterras. Kijk je eigenlijk naar beneden, zie je de moestuin en binnenkort het bloemenveld. Dus al dat lichtgroen zijn eigenlijk onze bloemenweide die aan het schieten is. Nog technisch probleem? Oké. Live video. Oké, ik nodig jullie uit in toch wel, wat mij betreft, een van de mooiste badkamers dat ik mijzelf kan inbeelden. Nu, in het huis, hier en daar zijn er nog wel een paar details die dat we moeten afwerken. Dat komt in de loop van de komende dagen helemaal in orde. Soms af en toe nog eens een lichtknopje dat nog ontbreekt. Komt allemaal goed. Dus in de badkamer. Dat is een oude schrijnwerkerstafel. Die heb ik ook denk ik eens op Facebook gezet. Voilà, dus daar hebben we wasmeubel van gemaakt. Hier was eigenlijk niks. Als jullie vanmiddag de foto's gezien hebben. Dit was gewoon een stuk bij
bouwvallige muur stond hier nog recht. Dat is nu de badkamer gekozen. De vloer zijn we gaan voor een marmeren vloer. En dan ja, uiteraard het bad. Het bad is een of ander erfstuk dat ooit nog in een Parijse villa gestaan heeft. De man hier kon er niks meer mee doen. Dus wij waren heel erg gelukkig dat hij zijn heel mooi bad aan ons heeft willen verkopen. En dan natuurlijk de kers op de taart. Dus dat je eigenlijk... Ja, je hebt best privacy. Er is hier geen andere woning die op jullie inkijkt. Maar je kunt dus alles helemaal openzetten. En dat is dus het bad. Toch wel een beetje in het bos. Kun je hier genieten. Denk ik toch. Laat zeker weten. Misschien als er vragen zijn of commentaren. Dat Jori iets kan zeggen. Geef de camera vast. Ja. Oké. Ah, ook nog. Tof. Het badkamertje zelf, voor de koude herfstavonden, wordt verwarmd met een houtkacheltje. De buis wordt nog voorzien, hè, de rookafvoer. Het gat is er al. Maar dat is dus het oventje, dat blijft hier staan. En dat is, voor als het net iets kouder wordt, iets frisser, dan voilà, houtkacheltje aan en... vanuit het bad naar de vlammen turen. Het huis heeft trouwens twee kacheltjes. Hè? Dus ook beneden in de zithoek hebben jullie een open haard. Die tonen we niet vandaag, die tonen we volgende week. Maar dus, ja, voilà. Dus ook nog een open haard in het huisje ook. Oké, ik neem jullie mee naar de master bedroom. Het is een huisje voor twee, hè? Dus... wat we geprobeerd hebben is om het op en top romantisch te maken. Voilà, dit is de slaapkamer. Dus net zoals in de andere gite, ook hier een mega luxe boxspringbed. Waar we trouwens op de andere gite heel veel complimentjes over krijgen. Dat echt super goede bedden zijn. We slapen daar ook zelf op. Dus inderdaad een heel heerlijk bed. En ook hier weer... net zoals in de andere suite hebben we gekozen voor ja, toch wel ja, het betere linnen, beddengoed, alles erop en eraan, wat ons betreft, toch? Voilà. Kijk gerust even rond. Wat we dan ook gedaan hebben, is eigenlijk... Dus waar de badkamer zich bijna in het bos bevindt, hebben we hier een beetje geprobeerd om het bos ook tot in die slaapkamer terug door te trekken. Dus de boom hier doet dienst als luster. En dan natuurlijk moest u afvragen, oei, enkel een bad, geen douche. Oké, ja. Er is hier nog een tweede badkamer met een douche. Oké. Is het echt zo stil? Of? Ja, ik ben mij aan het concentreren op de beelden. Ah, okay. Ik heb eigenlijk nog niet echt gekeken naar de commentaren. Ja. Nee, oké. Ja. Dus. Ik zie hier, wauw, Lore Weerts. Koen van Duffel zegt, knap gedaan. Mooie aanvulling op het domein. En voor de rest
Ik weet niet of dat echt gefilmd moet worden, maar voor de zekerheid, een toilet. Moest het dan toch dringend zijn. Voilà, een toilet is uiteraard ook voorzien. Dus die hebben jullie ook hier. Misschien nog een leuke anekdote. Het zijn niet meer de originele ramen, die waren echt... ja, dat is enkel glas, dat hout was heel rot. Maar we hebben wel een schrijnwerker gevonden, die eigenlijk helemaal naar het oude model, ook daar in de badkamer... Dat origineel raam was eigenlijk net hetzelfde raam, dus die heeft hij helemaal nagemaakt. En super leuk is ook die sluiting, dus zijn zo van die onnozele details, maar ja goed. Ik vind dat dan wel belangrijk. Maar dat is zo'n speciale sluiting, helemaal hoe dat het vroeger was. Die bij de rijke mensen, die hadden de cremons zoals je die ziet in de badkamer. Die ramen komen eigenlijk van een oude woning in Toulouse. Die hebben we daar gekocht. En gerenoveerd van een oud herenhuis. Maar hier, dit huisje, origineel, was van niet van iemand die dat daar de centen voor had. En vroeger de ramen, die sloten dan eigenlijk bij de arme mensen op deze manier. Voilà. Dus ook dat zijn toch de details die dat we proberen om zoveel mogelijk te bewaren. Oké. Zullen wij ons nog eens op het terrasje gaan zitten, zeker? Nog eens even rond, maar... Volgende week gaan we dus de trap... We gaan het niet filmen, want hier komt eigenlijk een trapleuning. Dit is echt nog niet klaar. Dus hier komt eigenlijk... Juri gaat die lassen, zelf maken. Van een oude trapleuning hermaken we die. Dan heb je een trapleuning. Hier komt uiteraard ook nog een rek om uw kleding en uw spullen achter te laten. En volgende week nemen we dan met jullie... Die trap naar beneden en dan daar beneden is de keuken, de zithoek. En dan nemen we een kijkje op het tweede terras. Maar voor vandaag denk ik dat dit toch wel een mooi resultaat is. We zetten ons even. Wat ons betreft zijn we rond, maar ik weet niet of er nog vragen zijn. Wacht, hè. De poot zit er niet op, zeker? Nee. Nee. Niet erg, we kunnen het omdraaien. Hier is hem. Voilà. Technische problemen. Technisch probleem. Weer om. Voilà. Oké, ik heb jullie reacties niet gezien. Ze waren heel positief. Ja. Ik heb ze niet allemaal kunnen voorlezen. Maar dat doet wel deugd. Oké. Na al dat harde werk. Ja. Nee, goed. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ze dadelijk lezen. Wat wij gaan doen is naar goede gewoonte. Wij gaan aan de apero. Wij hebben dat verdiend. Ik zou zeggen, drink een glaasje mee. Morgen nemen we trouwens een dagje vrij. Ja. Morgen gaan we fietsen. Ja, in de Rougiers. Dat is een streek met heel rode gronden. Wel de moeite om eens een keer naar toe te gaan als je hier komt logeren. Ching. Gezondheid. Voilà. Goed. Patricia, dat gaat het zeker doen. En ja, in augustus, juli en augustus, is eigenlijk quasi zeker dat er gereisd gaat mogen. Dus dat je gaat komen. Dus Patricia... Wij klinken in het echt eind augustus. Ah, Lien, tof. Lien kijkt ook. Tom, ja, dank u. Tom, merciekes. Ja, oké. Okay. Superleuk. Ja. Wie heeft hier nog gereageerd? Monique. Ja, zeker, na corona. Ja. Wij hopen dus 15 juni te kunnen starten. Veerle, ik wil zo graag terug naar jullie. Ja, Veerle is hier al een paar keer geweest. Is trouwens niet de enige die dit jaar gaat terugkomen. Er zijn best wel wat gasten die vorig jaar gelogeerd hebben in de andere gieten. En vorig jaar bij het zien van de ruïne meteen beslist hebben om dit jaar terug te komen en in deze giet te logeren. Freddy. Okay. Dank u, Freddy. Merci, Freddy.
Loden. Hoeveel kijkers? Ja. Annelien. Ah, kijk, Annelien. Hey. Ja, ja, inderdaad. We gaan zeker en vast komen eten bij Jeroen. Maar we zijn met Pasen dus niet kunnen afkomen. Maar we gaan zeker komen. Ah, Joke. Ja, Joke logeert volgend jaar hier. Ja, dat was. Oké, okay, goed. Er zijn heel wat gasten die al even in primeur gezien hebben waar dat ze gaan slapen. Als ze er zijn bereven. Goed. We zien elkaar terug. We gaan er niet zoveel tijd overheen laten gaan. Volgende week deel 2 van de nieuwe sheet. De week nadien de petangbaan en de caravan die de bar geworden is. En de week daarna denk ik dat we... Niet meer live zullen. Niet meer live gaan gaan, want dan gaan wij staan koken voor onze gasten. Ja. Hopelijk. Goed. In ieder geval, zover is het nog niet. We zien elkaar volgende week terug. Jullie horen nog wanneer. Oké. Okay. Gezondheid. Tot gauw. Dag. Okay.